Dankjewel, Luc Abramoff. Mooi, en tweede. Heb dat goed gedaan. Dames en heren, goedenavond. Is everybody happy? Yeah. Is everybody happy? Yeah. Is everybody sexy? Yeah. Ik wil het niet overdrijven, hè. Jullie zijn aan hier, hè. Voor de dames dat komen. Maar voor ik begin, lieve mensen, een heel warm applaus vragen voor Danny en zijn team, die alles goed in elkaar hebben gestoken deze avond. Alsjeblieft. Nee. Snap het niet goed, lieve mensen. Hoe meer u applaudisseert, hoe meer ze gaan trakteren, hebben ze mij gezegd. Geef ze dus een geweldig warm applaus! Voilà, Dennis, heb je gehoord? De profiteurs worden nu wakker, hè? Beste mensen, goedenavond allemaal. Mijn naam is Mr. Boela, mijn voornaam is Bart. En ik kom uit het voor jullie hele verre Oudenaarde. Dat hoort je waarschijnlijk wel aan mijn accent. Mijn G en mijn H zijn niet goed, maar mijn grappen zijn hopelijk toch wat beter. Want ik heb een hele speciale gast meegebracht voor jullie. Een beetje op verzoek van Dennis zelf. Hij wil graag een keer zijn stiefpapa ook in de bloemetjes zetten. Dus eventjes vragen. Koen Jacobs, bent u aanwezig? En waar zit Koen ergens? Want ik zie hier niet zo heel veel. Waar zit de Koen? Waar staat de Koen? Aan de toog. Zal ik even kijken. Koen, goedenavond, hoe is het met jou? Ziet er heel goed uit. Nu nog. Avond is nog jong natuurlijk. Beste mensen, speciaal voor jullie heb ik Koen zijn broer meegebracht rechtstreeks uit Vroessen. Uit de jungle. Naar verluid hebben ze allebei in dezelfde boom gezeten. Dat is niet waar hoor, het is een grapje om jullie op te warmen. Maar ik stel u heel graag voor aan Jules, de broer van. Jules, kom je er even uit? Oké, ik kom eruit. Ben je een beetje fort, man? Ja. Oké. Goed zo, hij is heel vriendelijk vandaag. Hij heeft er zin in, voelt. Allee, kom er even uit. Oei, het is er lastig. Ik kom eruit, jongen. Kom, mensen, aan het deel. Is dat je mooi? Ja. Och. Voilà. Zit er goed? Ja. Wat is het? Ik zie niet. Wat een katje. Met zijn katje ook af, excuseer. Kijk hier. Allee, beleefd zijn, hè. Krijg een applausje. Een applausje? Ja. Een vraag, een applaus, ik heb nog niks gedaan. Hij toch ook niet? Ja. Allee, een beetje beleefd zijn tegen iedereen, hè? Ja. Ook tegen Daisy. Daisy? Ja. Wie is Daisy? Daisy Kana. Daisy Kana? Ja. Wat is het Daisy? Is dat Daisy? Goedenavond. Daisy! She drives me crazy! Ja. Allee, zeg rustig blijven, hè? Maar ik ken die. Waar zou jij Daisy kennen, joh? Van op het internet. Van op het internet? Ja, toen had ze geen kleren aan. Dat was zij niet. Ah, toch gekeken. Ja. Allee, je laat Daisy gerust, ja. Is Daisy er ook? Daisy? Ja. Is uw man hier ook aanwezig, Daisy? Ah, geen chance. Ja. Allee, zeg. Ach, meneer. Ach, meneer, goedenavond. Die ken ik ook. Je kent die meneer ook? Ja. Wie is dat? Boerscharo. Boerscharo. Excuseer die meneer, dat bent u niet hoor. Is die Boerscharo? Nee, hij ziet er nog zotter uit. Allee. Sympathiek zijn tegen iedereen, hè? Ja. Ook tegen Heidi. Heidi? Ja. De schoonmama van Dennis? Ja. Waar is Heidi? Mag ik dat even vragen, dames en heren? Waar is Heidi? Ze is sigaret gaan roken. Ja, kom op tegen kanker. Ja. Allee. Beleefd zijn, hè? Ja. Allee. En sympathiek zijn tegen Koen ook, hè? Tegen Koen ook, die mensen zijn zwart aan het werken, hè? Ja, in zwart. Dat is goed. Goedenavond, Koen. Voilà. Dag, broerke. Dag, broerke. Ziet er goed uit. Voilà, het zijn geen kosten aan. Zeg, dat is wel een schone mens, hè? Ja, een boom van een vent. Een boom van een vent? Beetje kort als gezaagd, maar... Allee, rustig blijven, hè? Excuseer. Dat is een brave mens. Ja, een asielzoeker. Die mensen zijn niet illegaal, hè? Jawel, ik heb gekeken naar zijn kopje. Naar zijn kopje? En zijn kopje? Ja. Wat zie je eraan? Beetje dakloos. Dan neem ik het heftig tegen Koen. Is die zeer Koen? Voilà. Die haar groeit naar binnen. Heb je zo gezegd? Excuseer. Zal je een kaartje sturen naar Kerstmis? Wou je erop schrijven? Gelukkig niet haar. Welke? Oké. Ja. Danny slacht ook. Danny slacht ook, ja. Ik denk dat ze helpt. Dat is goed.
Laat iedereen gerust, ja? Oké. En geen flauwe grappen meer? Nee, ik heb ze geleerd van Heidi, hè. Ja. Dan kent je Heidi toch niet? Ja, dat. Wie is Heidi? De streekkrant, ja. Allee, ik laat Heidi nu gerust. Ja. We gaan heel sympathiek zijn tegen iedereen. Ja. En op tegen Manja. Wat? Manja, Reinaert. Is Manja hier ook aanwezig, dames en heren? Ja, die ken ik ook. En wie is dat? Een BD. Een BD? Ja. Wat is dat voor iets? De kende dronkaard. Was dat? Ja. Trek het u niet aan. Nee, om trek het maar uit. Maar... De Charlotte klinkt ook. Dat is gerust. Laat die mens gerust, ja. Sorry hoor meneer, het is niet waarschijn, hè. U bent de vrouw van? Ja, schoon koppel, hè. Heel mooi koppel, ja. The duty and the nerd. Allee, zeg. Zijn al lang getrouwd? Bent u al lang getrouwd, mevrouw, meneer? Weet het zelf niet, jongen. Ongeveer toch? Hoeveel jaar? 3 jaar getrouwd. Applausje. Een applausje tegenwoordig. Je ziet dat. Kinderen zijn gelukkig getrouwd. Voilà, ze zijn gelukkig getrouwd. Voilà, ze zegt het zelf. Hè? En... Nee, gaat er niet aan strakken, hè, zeg. Maar ze zijn gelukkig getrouwd. Allebei in het lang. Allebei in het lang? Ja, zijn het te lang kleed en in het te lang gezicht. Maar ze... Lelijke manier, dat is niet waar hoor, dat zijn hele mooie mensen, hè. Laat iedereen gerust nu, ik wil geen flauwe grappen meer horen, hij gaat iets heel speciaals doen. Jules. Jules, wil je mevrouw gerust laten, alsjeblieft? Jules. Jules. Laat mevrouw gerust, ze is bezet. Ik niet, maar... Ja. Meneer, mag u liedje zingen voor uw vrouwke? En dan zing maar hoor. Poesje stoi, poesje stoi, zeg. Nee, de zelder is gegroeid. Heb je dat geleerd? Van Dennis, ja. Dennis weet van niks. Zoals altijd, ja. Niet waar hoor, dames en heren. Allee, we gaan zeggen. Zie die hier ook? Febe? Ja. Zie je Dunkens? Vele Bunkens? Ja. Als het Febe mag ik even vragen omhoog steken, alsjeblieft. Die ken je ook, hè? Ja. Allee, zeg. Ziet er goed uit, hè? Ziet er heel goed uit, zeg. Mag ik een liedje zingen voor Febe? Ja. Febe, kun je er tegen? Mag ik een liedje zingen voor jou? Allee, 30 liedje, hè? Ja. I love you. En overdag? En de kinderen tijd. Grappig, hè? Dat is niet grappig. Ze lachen toch, hè? Ja. Ze lachen hier gemakkelijk, hè? Maar best wel. Het zijn zeker Hollanders. Maar... Hollanders lachen zo niet, hoor. Nee, die lachen zuinig. Dan is het ook een Hollander. Waarom? Zijn broek is te kort. Vriend, ik stel voor dat je er niet mee ophoudt, alsjeblieft. Nee. Wat is nu nog? Nog iets serieus doen ook, hè. Wil je nog iets serieus doen ook? Ja. Met Daisy. Met Daisy? Ja. Als ik hier bij mij kom. Bij jou komen? Ja. Daisy, kun je eventjes jouw kindje even afgeven, lukt dat? En eventjes tot bij ons komen hier op het podium. En een applausje. En een applausje mag er wel bij komen, dames en heren. Kijk eens aan. Daar komt ze. Daar gaat ze. Allee. Dat is een dom plantje. Maar nee, zeg. Helemaal niet. Ja, dan kan ik hier kijken in haar chakos. In haar handtas? Ja. Wat zat erin? Een zakje met zaagsel. Wat is dat? Haar extern geheugen. Zeg, jongen. Deze is niet van haar, zeg. Zeg, jongen, wat gaat er nu gebeuren? We gaan een spelletje doen. Een spelletje doen? Ja. Welk spelletje? Radiootje. Kent u dat? Radiootje? Ja. Wat is dat voor iets? Wel, hè. Ik wil de knopjes. Hij trekt een antenne kunnen uit. Maar zo. Jules, pardon. Hoe noemen we zoiets? Schijns als een schijnend gedrag, ja. Je weet het toch al. Allee, Koen knikt ook. Koen knikt ook, ja. En die knikt altijd, ja. Allee, Bernadette, maar... Is Bernadette ook aanwezig, de mama van? Waar is Bernadette? Die heb ik nog niet gezien, hè, zeg. Dag, Bernadette. Dag, Bernadette. Ze is goed gezet. Maar...
En we hier red ik het eind. Dat is goed. Ondertussen staat Daisy hier nog altijd, hè? Oh yes, ja. Daisy, she got a nice and crazy. Ja, okay. Allee, kun je een klein beetje dichterbij komen, Daisy? Moet niet bang zijn, hij bijt niet, hè? Nee, ik zei niet echt. Komt van Amerika, maar... Allee, een klein kusje. Ah, je wilt een kusje. Ja, een schommeltje, hè? Helemaal. Koen mag niet kijken. Mag Koen niet kijken? Nee, is nog te jong. Wat moet je dan doen? Zich omdraaien. Koen, wilt u zich even omdraaien, alsjeblieft? Zo beter? Nee. Waarom niet? Mijn achterkant is nog slechter. Maar... Wie zegt dat? De Nadet. Allee, en nu een mooie kus. Een schoontje. Nee, ja, een eentje. Is niet, hè. Het zal niet gaan. Waarom niet? Ik raak daar niet over. Maar... Allee, een mooi kusje, hè. Een schoontje. Nee, ja. Eentje. Nee, een eentje. Nee, ja. Een tong zo. Maar nee. Nee, dat kan niet. Ik heb geen tong. Maar... Tijd, dat gaat deze niet naar de schoontje. Allee, een klein kusje. Een schoontje. Eerst nog iets doen, want een klein hoofd is het misschien. Nou, zijn we nog doen? Nee. Ze ruikt lekker. Wat ruik je? Airconditioning. Maar... Hierachter ruik ik ook iets. En wat is dat? De kracht 10. Maar... En hier in afsluit 9. Maar... Ach, we zijn er weer aan het overgaan, hè? Niet erop, maar... Allee, een mooi kusje. Ja, een schoontje, hè? Meentje, hè? Allee, zo. Voilà. Wat is het nu? Ze is niet geschoren. Maar ja... Alleen daar toch niet, hè? Ja, deze wil je nog even blijven staan. Ik heb je nou hier gelokt, omdat we nog een act gaan doen. Maar ga eerst deze sloeper terug en zijn tas steken, hè? We gaan eerst nog een liedje zingen, hè, want een Dennis. Ah ja? Ja, ik heb dat geleerd. Heb je dat geleerd? Ja, van Manja. Van Manja? Ja. We gaan zingen. Lang wat? Lang zal hij trakteren. Maar nee. Lang zal hij leven, dames en heren. Gaan we lekker zingen voor ons en dan is allemaal de handjes in de lucht steken. Allemaal handen in de lucht steken, dames en heren. Ja, Koentje ook. Koentje ook. Ja, doet dat ook wel goed. Ja. Allemaal mooie handjes in de lucht steken, alsjeblieft. Schoon, hè? Heel mooi. Dat is de kleuterklas. Ja. Koen is de kleuterleider. Ah ja? En dat heeft dat gezegd. Wat heeft ze gezegd? Dat Koen een klein kind is. Ja. Een groot kind, pardon. Alleen nee, serieus, waar zijn die handjes allemaal, dames en heren? We gaan lekker allemaal mee zingen het volle borst voor onze Dennis van Lang zal die leven. Nee, is niet goed. Handjes klappen. Ah ja, allemaal handjes klappen, allemaal. Lang zal die leven. Lang zal die leven in de gloria. In de gloria. Allemaal. Dag iedereen, voilà. En die zien.
Daisy. Tot straks, hè. Leuke stelletjes, hè. Allee, ik wil jou niet meer horen, hè. Ik ook niet, maar... Stop er niet, vervelend beest. Nee, een lekker beest, maar... Man, niet zien, niet zien, niet, maar... Zwijg nu toch, ja? Oké. Okay. Rut in de tas, Ina mag niet, als die is van... Zwijg, vent, alsjeblieft. Nee, niet, vent, Ina. Zwijg nu, alsjeblieft. Dames en heren, sorry hoor, dat is een discussie. Dames en heren, mag je een klein vraagje stellen? Heeft u al een beetje gelachen? Ja. Oké, dat is heel goed. Hij niet? Dat kan gebeuren, en meneer moet niet meer lachen. Maar sorry voor mijn opmerking trouwens, van mijn naam. Ik kan het niet aan doen, ook aan u, Daisy. Het is niet zijn bedoeling van altijd zo'n onzo te doen, hoor. Scheelt het, Daisy? Je lacht ze gewoon naar mij. Je ziet precies iets dat je al lang niet meer gezien hebt, hè? Allee, toch niet met zoveel haar op, hè? Wat zijn aan het doen, jongen? Aan het denken. Aan het denken? Aan Daisy. Maar... Ik krijg een heel apart gevoel. Ja, het is goed. Het is geen apart gevoel. Niet een hart, maar... Wie je dat vertelt? Dennis. Oké, dames en heren, mag ik u allemaal een eerlijke vraag stellen? Heeft u al een beetje kunnen lachen? Ja. Wilt u graag nog wat meer lachen? Ja. Bent u bereid bij te betalen? Ja? Ja. We zitten in Limburg, dus waar. Nee, grapje. Beste Koen, wil jij even stoppen met werken, alsjeblieft? Ik heb je nodig om hier eventjes mee te werken met mij. Ja, Dennis heeft dat gevraagd, dat ik je ook een keer naar voren zou halen. Dus onder een geweldig warm applaus van al uw onderdanen hier. Koen, dames en heren, stiefpapa Hans en Dennis. En als Daisy staat hier al zo lang te wachten. Daisy, maar een beetje opschuiven naar hier toe. Dames en heren, mag ik u voorstellen aan mijn nieuwe levende buikspreekpoppen. Ik ga nu verzekeren dat als ze goed gaan meewerken, en dat gaan ze doen ook, had u er straks hartelijk kunnen lachen. Wie erbij was in 2015 zal het zich wel nog herinneren. Maar nu hebben we een andere soort act. Dan toen maar, van toen in die tijd. Ik ga eerst even Koen erbij halen. Goedenavond Koen. En dan nogmaals een applaus, dames en heren, die mensen verdient dat. En dan ben je vermoeid zelf opoffering om naar hier te komen. Koen, kan je vragen, zet u een stapje vooruit, zo, ja. Die mag zich omdraaien, ja. Publiek toe, u ook Daisy. Eventjes omdraaien, ja, voilà. Want ik ga jullie een item geven waarmee we deze act gaan doen. Jullie krijgen namelijk maskers, buikspreekmaskers, waarmee we dus u gaan laten praten, zodanig dat u dat allemaal niet zelf moet doen. Maar ik doe dat wel in uw plaats. Lieve Daisy, moet u daar even uw neus opsteken. Ja, niet erin, hè. Ik weet dat je graag uw neus overal insteekt, maar dus... Nee, grapje natuurlijk. Dan aanspannen, boven uw mooie koepen. Bent u naar de kapper geweest? Je was gesloten, zeker. Grapje. Beste, niet aandraaien, hè. Deze is mogen niet zien. Gewoon uw hand laten zakken. Ja, is goed. Dank goed. Ja. Ik ga hetzelfde doen bij onze Koen. Koenman, hij maakt hier lang mee, hè. Een avond als deze. Ik maak u vragen om ook uw neus erop te zetten. Ja, zo, het even vast. Dan span ik dat aan boven uw mooie kopje. Bijna dakloos kopje. Ik heb dat ook zo kennen, probleem. Goed, laat maar los. U mag zich allebei omdraaien. Dan krijgt u een geweldig warm applaus van iedereen, dames en heren. Mijn levende buikspreekpoppen. Warm applaus, hè? Ja. Wat gaan ze doen, dames en heren? Wel, zoals Koen op zijn werk, niks dus. Niet maar gewoon. Met je meewerken, gewoon uw handen naast uw lichaam houden. Ja, zo. Als ik u straks een beetje regisseer, moet u gewoon een beetje meewerken door met uw handjes te zwaaien. Zoals we ook bij de liedjes doen. Voor de rest moet u zich helemaal niet zoveel aantrekken. Er hangt een systeem achteraan u, waarmee we dus het masker gaan bewegen. Dus lieve Daisy, als je iets voelt aan je boek, het is dat systeem, het is niet mijn hand. Oké, goed. Hij moet zeker niet bang zijn, Koen kan mijn hand niet steken waar ik het bij mijn pop doe. Oké. Oké, aan het heftig houden. Beste mensen, hou je vast aan je lachspieren. Als ze zijn gescheurd, ben ik er niet voor verzekerd. Ik moet nog één ding zeggen. Dus goed meewerken. En voor de rest komt het allemaal goed in orde. Meneer Links, u heeft niet meer uw eigen stem nu. U ook niet meer. Ik ga eerst beginnen met u. Heeft u al een beetje buikspreekstem? Jo. Een beetje van diep, hè? Jo. Kan het ook een beetje luider? Jo.
een beetje meer een macho gevoel. Yeah. Ja. Goed, hè? Jo. Oké. Moet je een paar woordjes meer zeggen dan ja. Jo. Dat is zoals tegen een Danny zeker. Jo. Okay. Of nee, tegen Bernadette. Jo. Allee. Zeg, en wat is uw koosnaapje bij Bernadette? Tjoek, tjoek. Pardon? Tjoek, tjoek. Dat is een rare bijnaam, hè? Jo. En wat is uw bijberoep geworden, stationschef? Ah. Vandaar, en moet je dan allemaal doen? Koortjes knippen. Ah, kaartjes knippen. En wat nog? Pintjes drinken. Ah, heel goed. Vandaag achter een toast staat. Jo. En nog iets zeggen aan de mensen, zwaar een keer aan de mensen, zeg een keer goeiedag aan de mensen, doet doet! Ja, heel goed. En aan Bernadette, die vrouw, kan ook een keer zwaaien, doet doet! Met nadruk op doet! Ja. Stoever. Ja. Nog iets zeggen aan de mensen, allemaal instappen! Ja, zeer goed bezig, Danny strak niet! Ja, kijk. Ze zijn wel heel goed bezig, hè? Hij is ook wel goed bezig. Mag ik een klein tussenapplausje vragen, dames en heren? Fantastisch goed bezig, hè? We zijn goed bezig! Ja, zoals u Dennis ook, hè? Okay. Goed, we gaan even kennis maken met de dame rechts van mij. Is het goed? Jo. Okay. Niet stoort, hè? Nee. Oké. Okay. Relax. Take it easy. Ja. Zoals thuis. Jo. Goed, mevrouw rechts van mij geeft die ook al een beetje tuut-tuut. Stoor me niet. Oké. Heeft die ook al tuut-tuut, maar... Heeft die al een beetje tuut-tuut, maar... Rustig aan, koekoek, maar... Jongens, toch. Jullie zijn de neusjes, maar... Mevrouw rechts van mij heeft die ook al een beetje buikspreekstem. Ja! Je moet daarom niet zo roepen, hè? Dat doet zo'n tijd. Ja. Je kunt het weten, hè? Ja. Mevrouw rechts, je bent er nog aan het einde. Ja! Oké. Moet je ook een paar woordjes neerzeggen dan ja? Ja. Met een beetje blond, hè? Ja! Oké, dat is heel goed, dat is niet erg, hè? Niels al! Ja, oké. Dat is een beetje tjoep. I like it, ja. Zot van blondjes ook? Ja! Even, mevrouw, je bent er nog altijd? Ja! Oké. Wat is uw koosnaapje hier in Spalbeek? Mia Mindy? Ja! Even, Dat is een beetje, I like it, ja. Als het maar vrouwelijk is, hè? Ja! Je bent er nog altijd? Ja! Okay. Zeg, zou je voor de mensen ook een liedje willen zingen? Ja! Ik kan ook een liedje zingen! Maar ja, we willen brengen als finale in een klein stationnetje. Bijvoorbeeld... Akke-akke-tiki! Kun je dat ook? Ja! Allee. Is er maar een tuut bij je zeker? Ja! Wat is er? Like it. En even uit. Dames en heren, we gaan een mooie finale brengen. Nee. Is er iets? Ja. Zeg het maar hoor. Ik dringend? Ja. Naar het toilet? Ja. Je hoort hè? Ik ook. Ja. Maar straks allebei naar het toilet, ja? Het is al te laat. Ja. Dan ben je op een bepaalde leeftijd, de koen. Ja! Ik heb er alles van. En even vooruit, we gaan een mooie finale brengen. Wat is er nu nog? Ik ben verliefd. Zijn jullie verliefd? Ja. Op je ventje thuis? Ja. Wat hebben ze? Wie bent u nou wel verliefd? Tjoek. Ja. Ben je naast mij? Ja! Je hoort het. Ja, zeg het maar. I like it, ja. Goed, de finale dus
dames en heren, anders blijft u hier maar wachten. Is er nog iets? Ja. Zeg het maar ook. Ik zou graag een dansje doen. Dansje? Ja. Hoe gaan we dat doen? Zonder kleren. Allee, zeg. Zeg het maar. Like it, like it. Zou je wel willen, hè? Ja. Spannen boven die woordjes. Een beetje aan het loskomen. Zo gaan we de finale mooi kunnen inzetten. Voilà, dat is lang en voilà. Ja, gelukkig. Ze zijn toch niet aan de coiffeur geweest, dus. Voilà. De finale, dames en heren, meneer en mevrouw Tjoek. Like it. Met hun versie van In een klein stationnetje, meneer begint, mevrouw valt alternerend in. Nu mag u, als u aan het zingen bent, uw handen in de lucht steken en zo met je draaien met de handjes. Tik maar, u mag beginnen. Start u maar. Zeer goed hoor. Ja, is goed. Zeg goed. Zeker morgen. Ja. En een klein stationnetje, handjes naar omhoog steken alsjeblieft. Ja. Zet u maar. Dansjes in de vroegte. Kom dan nog een keer. Vroegte. Ja, ja. Nog een keer. Vroegte. Je moet ook altijd vroeg opstaan, hè? Ja. Tegen mijn goesting. Ik ken dat. Ik ook. Ja. Waar staat u op als ik nuchter ben? Allee, handjes in de lucht weer, ik mag verder zingen. Stonden ze zo hoog in het kruis. Zeer mooi. Netjes op kinderen. Zeer mooi. Wat is dat? Heeft u niet? Waar is dat? Ze komt klaar. Dat was erover, hè? Nu erop. Ja. En die handjes in de lucht weer. Ik zie een machinist. Zeer mooi. Zit van binnen zeker? Oh! Wat was dat? Jutele. Ja. Machinist weer. Zeer mooi, hè? Fantastisch. Heel mooi. Rijdt precies graag naar Wieleken, hè? Ja. Mooi. Aan iets anders ook. Ja. Nee, zo. Ja, zeg het maar. I like it. Ja. Dan het einde. Ook doet. Heel mooi. Dus vandaar dat ik dat masker meegebracht heb. Hij zit er ook zijn plezier in. En ik vind dat hem wel goed staat. Hè? Beter dan een tech. Doet je niet? Nee hoor, ik heb het nodig voor mijn volgende optreden. Beste Koen, je bent fantastisch goed meegewerkt. Niet bang zijn die streepjes die gaan weg zijn. Tegen nieuwjaar zou er nog vanaf zijn dan mag ik. Beste mensen, mag ik een geweldige man applaus voor een geweldige man. Dankjewel Koen voor de medewerking. En zo, dames en heren, ben ik aan het eind van mijn Latijn. Maar ik hoop één ding, dat u één ding gaat bijblijven. Heeft u een beetje gelachen vandaag? Ja.
heeft een beetje goed gelachen. Want je mag niet vergeten, spijt alle moeilijke tijden waarin we leven. Lachen, dat is en blijft gezond voor de billen en voor de mond, natuurlijk. Ze zeggen, geniet nog van een fijne avond hier. En hopelijk, wij leven en welzijn tot een volgende keer. Dankjewel allemaal. Dames en heren, geef hem even een fantastisch warm applaus. De man van 200% lachen, Mr. Boeraerts.